Mijn naam is Paul Iske. Ik ben hoogleraar in Maastricht. Daar houd ik me bezig met open innovatie. Maar ik ben ook de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. En ik ga in januari ook een bijdrage leveren aan de bijeenkomst over innovatie en vernieuwing in het onderwijs. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En ik zal daar inderdaad met name aandacht besteden aan het alternatieve leren. Namelijk het leren van dingen die anders zijn gelopen dan gepland. Vrijwel alles wat we in ons leven ondernemen bevat risico's. En het bevat ook momenten waarop je terug kunt kijken en je kunt afvragen, hoe is dat nou gegaan? Wat kan ik hiervan leren? En dat leren, daar wil ik graag aandacht aan besteden. Daar hebben we ook allerlei tools voor. We hebben bijvoorbeeld een tijdschrift ontwikkeld, het tijdschrift voor briljante mislukkingen. En dat is dus een heel andere manier om te kijken naar dingen die gebeurd zijn. Dus een andere manier om ook met elkaar te kunnen praten over de echte lessen die hieruit geleerd kunnen worden. En juist in het onderwijs, denk ik, is het belangrijk om deze manier van leren ook te adopteren. Zowel om het onderwijs zelf te verbeteren, maar ook als onderwijsmethode. Dus eigenlijk zit hier een dubbele laag in. Nou, dat vind ik hartstikke leuk om met jullie te gaan delen in januari. Ik hoop dat jullie het ook interessant zullen vinden en dat we heel veel mooie lessen en briljante mislukkingen met elkaar gaan delen. Oké, tot januari.